Ik ben in de haven van Den Helder. Wereldberoemd om zijn marine. Maar er zijn meer ambities. Er verschijnen windmolenparken op de Noordzee. En de haven gaat veranderen. Maar hoe gaat dat eruit zien? En waarom moet deze haven eigenlijk worden aangepakt? Je ziet het in deze Expeditie Noord-Holland. Den Helder gaat veranderen als havenstad. En iemand die daar alles van weet is meneer Hiemstra. Hoi. Hoi. U bent van het Maritiem Cluster. Wat is dat precies? Maritiem Cluster is een samenwerksverband van Defensie, Marine, ook de provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder. Samen ook met Hoogheemraadschap en de Poort of Den Helder. Waarbij we samenwerken aan de toekomst van de haven. Ja, want de haven gaat veranderen. Waarom moet de haven van Den Helder worden aangepakt? Den Helder komen twee hele grote krachten bijeen. Aan de ene kant natuurlijk de internationale veiligheidssituatie. Daardoor moet de marine groeien. De marine groeit met meer schepen, maar vooral ook grotere schepen. En dat betekent meer kaderruimte die hier nodig is. En een ander punt is de energietransitie. Dat betekent hele grote windmolenparken op de Noordzee. En die kunnen en die moeten ook onderhouden worden. Ja. En dat kan heel goed vanuit Den Helder. Dus ook daarvoor is meer kaderruimte nodig. En dat komt hier samen. Dat betekent dat we willen uitbreiden. We staan nu hier bij de Moormanbrug. Dat is de toegangsbrug naar Den Helder, naar de marinebasis toe. En wat er aan de hand is, dat deze brug moet sowieso vervangen worden. Binnen een jaar of 5, 6. En we gaan hem niet alleen vervangen, maar we gaan hem ook verplaatsen. En dat betekent uiteindelijk dat hiermee het hele stuk aan de linkerkant is dat de marinehaven kan dus uitgebreid worden. Dit kader wordt ook opgeknapt en daar komen dan ook marineschepen te liggen. En aan de andere kant komen dan civiele schepen te liggen. En die kader wordt ook verbreed. Maar als ik er nu naar kijk, kan het nu toch ook prima zo, zoals u het uitlegt? Ja, maar het punt daarvan is dat dan de doorgang van de huidige Moormanbrug, die is daar een beperkende factor van. En ook de diepte is een beperkende factor. En die beide worden dus opgepakt. Ik kom in Den Helder vooral om de boot te pakken naar Texel. Ja. Veel toeristen die hier komen. Ja. Er gaan hier dus grote veranderingen plaatsvinden. Hoe zorgt u ervoor dat Texel nog bereikbaar blijft? Ja, nou, belangrijk is dat een van de opgaves vanuit het Maritiem Cluster, het is dat het verkeer eigenlijk aan het begin van de stad willen we splitsen. Opsplitsen in doorgaand verkeer en ook in stadsverkeer. En doorgaand verkeer, daar moet eigenlijk een nieuwe entree komen. De nieuwe entree die noemen we, dat wordt een brug. Een nieuwe brug die moet daar verderop komen. En dat noemen we de Ravelijnbrug. En daarmee ontstaat eigenlijk een nieuwe doorgaande route toe hier over het nieuwe diep nieuwe werk. Dat is een van de onderdelen van het Maritiem Cluster. Wanneer verwacht u dat dit project af zal zijn? Ja, dat is een goede vraag. Wij verwachten dat in 2030, 2031, dat dan daadwerkelijk deze stappen genomen worden, in de realisatie zijn. Vandaag een bijzondere dag, want de eerste stap is al gezet, begrijp ik. Dat klopt. We hebben al stappen genomen om een van de kaders al te vernieuwen. Die wordt vandaag geopend. De opening van de nieuwe kade is onderdeel van een groter plan waarin de kades van de haven in Den Helder worden aangepakt. Allemaal dus om meer ruimte te bieden aan grote schepen van de marine en de havenbedrijven. Knippen maar! Het mooie van dit gebied is, jullie zien het is een vrij groot terrein. En dit is wat de windmarkt nodig heeft om onderhoud te doen. Dus die gebouwen daarachter die zullen nog ontwikkeld gaan worden voor werkplaatsen en magazijnen. Ja. Voor de onderdelen die naar zee moeten. En dan het terrein hiervoor is eigenlijk de ruimte die we echt willen gaan benutten. Ja. En daar zijn we ook echt naar op zoek gegaan. Want ja, de haven van de Helder is op zich nou ook weer niet heel erg groot. Het is geen Rotterdam. Nee. Dus elke ruimte die we kunnen benutten... zullen we moeten doen. En zeker nu ook de Koninklijke Marine weer meer ruimte nodig heeft. Ja. Dus die twee ruimtevragen die spelen in dit gebied. En daar zijn we in gezamenlijkheid naar op zoek. Als de marine moet gaan groeien, ja, dan zal er nu geïnvesteerd moeten worden in die haven. De installaties die nu op de Noordzee gebouwd worden, die moeten we ook beter gaan beschermen. We hebben allemaal gezien wat er kan gebeuren met een aanslag op energieinfrastructuur, de Nord Stream. Ja, dat willen we op de Noordzee proberen te voorkomen. Dus er zal vanuit Den Helder ook
Geïnvesteerd gaan worden in een toekomstige organisatie om die infrastructuur, die kwetsbare infrastructuur op de Noordzee beter te beschermen. En dat is ook weer civiel en militair. Dat is een taak van de private bedrijven die eigenaar zijn van die infrastructuur. Ja. Maar het is ook een taak van Defensie en de Kustwacht. Nou, al die partijen die zitten in Den Helder. Dus ik denk dat daar een belangrijke rol gespeeld gaat worden vanuit Den Helder. Kortom, de havenstad is constant in beweging en verandering. Niet alleen het aangezicht van de haven verandert. Door innovatie zullen havenarbeiders ook mee moeten gaan in nieuwe vormen van werk. Op deze verzamelplek van start-ups is dat goed te zien. Ik ben bij Metip, een maritiem innovatiepark. Ja, hier houden ze zich bezig met het werk van de toekomst. Hoe gaat dat eruit zien? Daarvoor heb ik afgesproken met Paul Verbrugge, programmamanager hier. Hoi Paul. Hey, hoi. Koen. Leuk je te ontmoeten. Ja, insgelijks. Ja, ik zie allemaal hele bijzondere apparaten. Wat is dit? Dit zijn allemaal 3D-printers. Dit zijn 3D-printers van het expertisecentrum Additive Manufacturing van de Koninklijke Marine. En ze doen hier vooral onderzoek naar hoe je 3D-printers in de praktijk kan gebruiken. Ik ken het van een beetje gevreubel, maar die techniek die wordt steeds beter. Hè? Ja. Wat maken ze zoal? Nou ja, weet je, elk schip heeft tegenwoordig een 3D-printer aan boord. En dan maken ze bijvoorbeeld dingen die stuk gaan. En hier heb je bijvoorbeeld een onderdeel. Dit is een filtertje. Ja. En dat filtertje, als dat stuk gaat, dan heb je aan boord niet zo'n filtertje. En dan hebben ze hier een 3D geprinte filter. En dat kan je dus aan boord, kan je dat gewoon printen. Identiek, dan kan je het meteen weer inzetten. Alleen de kleur is anders. De kleur is anders en hij is lichter. Dat merk je ook. Inderdaad. Maar als dit stuk gaat op zee, dan kan je niet even naar de bouwmarkt. Nee, dus heb je een 3D printer en daarmee kan je hem vervolgens printen. En kan je hem vervolgens weer gebruiken. Ongelooflijk. Je zou maar net zo'n filter op zee nodig hebben. Maar dat is niet het enige. Nee? Want stel je voor dat je aan boord van een schip hebt iemand die raakt gewond aan zijn pols. Ja. Dan zou je de pols kunnen scannen, 3D-scanner. En dan maak je gewoon een polsbrace waarmee je iemand zijn pols kan fixeren. Die persoon die kan gewoon blijven functioneren. Want de meeste boten en schepen, die moeten nu, als bijvoorbeeld dit gebeurt op een offshore eiland of bij een windmolenpark, die moeten het dan brengen. Nou ja, of je moet iemand met een helikopter afvoeren en naar het ziekenhuis, terwijl het misschien alleen maar verstuikt is en niet per se gebroken. Tenzij je natuurlijk ver weg bent en niet, en daarom is het bij de marine interessant, als je midden op de oceaan zit, lukt dat wegbrengen ook niet. Nee. Ja, dan zijn dit soort middelen uitermate hulpvol. Ja, nu is dit een maritiem expertisecentrum eigenlijk, hè? Ja. Meerdere bedrijven die hier samenkomen. Ja. Maar ik kan me zo voorstellen, als dit soort 3D-printers worden ingezet, dat het werk ook verandert, maar dus ook ander type werknemers. Klopt. Je hebt mensen nodig die zeg maar voorheen heel goed waren met hout en met metaal. En dat heb je misschien nog steeds wel nodig, maar je hebt een andere techniek, andere functionaliteiten aan boord, waarbij je mensen nodig hebt die 3D-printers kunnen programmeren, die dit kunnen scannen. Ongelooflijk wat je hier allemaal... Is dit ook 3D geprint? Ja, onderdelen van deze helm zijn 3D geprint ten behoeve van trainingsdoeleinden, dus F-35 helm. Wauw, ongelooflijk. Hallo. Hallo, ik ben Stijn. Ik ben een programmeur voor het simulatiecentrum Maritiem. Maar ik zie een boot. Ja. Dus je kunt de boot op? Ja, je kan hier met de VR-headset die we opdoen, als je die op wilt doen, graag. Ja, gaan we gewoon even varen. Wauw. Ik durf het bijna niet te vragen, maar mag ik even? Ja, tuurlijk. Oké. Ja, het is wel duidelijk dat ik... Het is wel een beetje zoeken nog. Het is vooral een beetje zoeken. En als je allebei de hendels naar voren drukt, ga je naar voren. We zijn ook bezig om het nog realistisch te maken dat de hendels ook echt apart gaan reageren. Ja. Oh, ik ben al aan het varen. Ja. Als je nu helemaal naar voren drukt, dan ga je vol vooruit. Oh ja. Wauw, dat gaat snel. Dit is gaaf, hè, Stijn? Hey, maar wat is het voordeel van deze virtual reality omgeving? Waarom is dit er überhaupt? De virtual reality omgeving is eigenlijk gemaakt om de studenten extra te helpen. Ja. Vooral vooraf en als toevoeging op hun leerproces. Natuurlijk worden de echte vaarskills nog in het echt beoefend. Ja. Maar hiervoor kunnen ze al het communiceren en wat ik net vertelde eigenlijk allemaal... voorbeoefenen, waardoor het minder gevaarlijk wordt op zee. Maar de grap is, kijk, ik stuur nu in op een schip, hè, marineschip. Ja. Het is toch heel eng, want het voelt heel realistisch. Wat ik nu doe, zeg maar vlak langs zo'n marineschip, dat
dan... Dat zullen ze in het echt niet zo leuk vinden. Nee precies. Maar ik heb wel heel erg het gevoel dat ik op zo'n schip zit. Ja. Maar uiteindelijk moet je het toch gewoon in de praktijk leren. Ja, en dat is ook waarom wij altijd zeggen, VR is een toevoeging op de werkelijke leeromgeving. Ja. Als jij hier communicatie al kan vooraf trainen, de vaarregels en de navigatiesoftware, dan kom je al met een geruster gevoel aan boord van het schip. Dit is leuk. Ja. Wauw, ik moet wel even weer schakelen. Welkom terug. Ja, ongelooflijk. Oh, Jezus, ik ben misselijk, hè? Ik had niet op die boot moeten insturen. Je voelt namelijk in je hele lijf, dit moet je niet doen. En zo kunnen heel wat leergierige militairen snel en efficiënt vakkennis opdoen. Ondertussen breidt de marine uit in de havenstad. Pal aan het vroegere Willemsoord moet worden gebouwd en gerenoveerd aan een nieuwe legering voor manschappen. Het is hier wel allemaal nog heel oud en krakkemikkig, hè? Jazeker. Maar Koen, ik wil je toch even laten zien wat het beeld is waar we naartoe willen. Ja. En waar we eigenlijk vandaan komen. Oh. En wat je hier ziet is, we staan in gebouw Waddenzee. Ja. Dat is dit gebouw. En dit gebouw is een beeldbepalend gebouw. Ja. Dus die willen we ook behouden, hè? Waarom juist hier? Wat gaat er precies gebeuren? Nou ja, goed, Willemsoord, Oude Rijkswerf, is en was voor een groot deel al defensieterrein, hè, van de marine. En die terreinen hebben we nog steeds ter beschikking. Hier moeten dus de manschappen gelegerd worden. Waarom moeten jullie hier naartoe? Nou, defensie groeit en dus ook de marine. En om die groei zeg maar mogelijk te kunnen maken op de marinehaven, moeten we functies uitplaatsen. Hè. En dit is een unieke gelegenheid om... de legering zeg maar meer naar de stad te brengen, zodat we kunnen bijdragen aan de maritieme stadsontwikkeling. Nu heeft de overheid heel erg sterk de wens om klimaatneutraal te zijn en energietransitie door te maken. Is dat voor jullie als militaire organisatie ook zo belangrijk? Ja, dat is ook belangrijk, omdat wij onderdeel zijn van de overheid en ook het goede voorbeeld moeten geven natuurlijk aan de doelstellingen die de overheid en het kabinet stelt. Dat betekent ook dat we samen met de gemeente en de Poort of Den Helder aan het kijken zijn hoe we die duurzame ontwikkeling samen vorm kunnen geven. Want samen kun je meer dan alleen. Nu zitten we met de dreiging, hè, ook vanuit allerlei andere landen. Betekent dat ook dat er dus extra wordt geïnvesteerd in het leger en dat we daarom dit zien? Absoluut. Hè. De NAVO-wens om te groeien naar 2% of wellicht misschien iets meer, betekent ook dat Defensie gaat groeien. Met dat extra geld kunnen extra spullen worden aangeschaft. Om die spullen natuurlijk te bedienen en goed in beheer te houden, heb je ook extra personeel nodig. Dus dat hoort allemaal bij die ontwikkeling. En personeel, hè, dat is natuurlijk belangrijk om personeel te behouden, maar ook aan te trekken. Ja, en dat doe je ook onder meer door fatsoenlijke, eigentijdse, moderne huisvesting aan te bieden. Het nieuwe beleid betekent eigenlijk dat we overgaan voor de reguliere manschappen en het personeel naar eenpersoonskamers. Maar dat is nieuw, hè? Want dat vroeger sliep je met 20, 30, 100 man op een kamer. Ja, dat was wel in de opleiding. Daarna waren het wel meer persoonskamers. Maar het beleid gaat straks zijn dat iedereen die niet in de opleiding zit om militair te worden, kan de beschikking krijgen over een eenpersoonskamer. Als ik er naar kijk, het lijkt wel een luxe appartement of een hotelkamer. Is dit ook om personeel aan te trekken, dat het er aantrekkelijk uitziet? Absoluut. Ook voor het behoud van personeel, want het eigen personeel wil ook gewoon in kwalitatief eigentijdse legering worden gehuisvest. Maar het is ook om te kunnen laten zien aan potentiële mensen die bij Defensie willen komen werken. Van kom je bij ons werken, woon je ver weg of heb je andere redenen, dan kun je dus gebruik maken van onze legering. Is het ook niet gewoon broodnodig om nieuwe manschappen te krijgen in deze veranderende tijd? Absoluut, want de technische vernieuwingen staan ook niet stil. Hè? Dus drones zijn bijvoorbeeld heel belangrijk. En dus wordt er gezocht naar bollebozen. Slimme jongens en meiden die niet schrikken van een drone. Ondertussen zit het bedrijfsleven in de haven niet stil. Zij springt al in op de vraag naar drones van onder meer windmolenparken. Ja, wat gebeurt hier zeg? Wat doe je nou nu in dat vliegtuig? Ik doe een medicijnen doe ik in het vliegtuig. Oké. Okay. En die gaan we naar een windmolenpark brengen. Mag ik hem open doen? Ja hoor. Ja. Oh ja, ik zie het. Medicijnen. Ja. Maar waarom moet dit in het vliegtuig? In deze drone is het, hè? Ja. Nou, de zaak is eigenlijk om die medicijnen zo snel mogelijk bij een windmolen op zee te krijgen. En wij kunnen deze drone direct laten vliegen. Mm. Via een corridor richting de Noordzee. Ja. En het is snel en goedkoop en efficiënt.
Na het uitstippelen van de route en de goedkeuring van de luchtverkeersleiding vliegt de drone op deze manier naar het windmolenpark. En na zijn vlucht richting de Noordzee komt hij ook weer terug. We gaan het volgens het dronebedrijf binnen enkele jaren dagelijks zien in de lucht boven Den Helder. Dit is dus de toekomst van Den Helder, de nabije toekomst. Stel je voor, tientallen van dit soort drones, elke dag vliegend vanaf Den Helder richting de windmolenparken, de booreilanden, de Noordzee op. Indrukwekkend. Den Helder zal altijd een warme band blijven houden met de maritieme wereld. Maar het aangezicht van de haven gaat dus compleet veranderen, mede dankzij drones en 3D-printers. De energie die op zee wordt gewonnen, die moet natuurlijk ook weer naar land. Hoe dat zit, zoek ik uit in de volgende expeditie Noord-Holland. Dan ben ik in Wijk aan Zee.